Waterschap De Dommel wil een natuurlijk en gevarieerd landschap voor het beekdal van de Run bij Veldhoven, Eersel en Bergijk. Hier creëren we naast de voor landbouw bestemde gebieden en bestaande natuur een plek waar dieren en planten optimaal kunnen leven. Verschillende waterhoogtes of blokkades, zoals stuwen, moeten geen belemmering vormen voor vissen die vrij heen en weer willen zwemmen in de beek. Bij natuurgebied Groot Goor is daarom een nieuwe hoogwaterstuw geplaatst waar vissen doorheen kunnen zwemmen. We merken dat het klimaat verandert en het weer extremer wordt. De ene periode regent het veel, dan is het weer een lange tijd erg droog en warm. We moeten ervoor zorgen dat onze omgeving tegen een stootje kan. Klimaatrobuust maken, zeggen we ook wel eens. We willen zorgen voor voldoende water, zodat de natuur niet verdroogt. Tegelijkertijd willen we dat te veel water tijdelijk opgevangen wordt. Want wist je dat er overlast is in lager gelegen delen van Eindhoven, wanneer er ineens veel regen valt? Dit zijn piekbuien. Als al dat extra water via de Run naar de Dommel stroomt, kunnen lager gelegen delen langs de beek onder water komen te staan. Dit kunnen we voorkomen door water gedoseerd naar de Dommel te laten stromen. Dat gebeurt via een waterbergingsgebied. Als de stuw bij de waterberging dichtgaat, kan het tot 460.000 kuub water opvangen. Bij hoogwater laten we het waterbergingsgebied tijdelijk vollopen, zodat we het water vervolgens in delen kunnen afvoeren. Zo kunnen we het water in de beek aan de andere kant van de stuw beter sturen. Wanneer we de klep van de stuw weer langzaam naar beneden zetten, stroomt het water in delen het gebied uit. Een hoeveelheid water zakt natuurlijk ook in de grond. Binnen een paar dagen daalt het peil van het water en stroomt de Run weer binnen haar normale oevers. Zo is het gebied klaar voor de toekomst. Is het fijn leven voor dieren en planten en kunnen mensen hier lekker wandelen, fietsen en genieten van de natuur.